Duidelijk heel veel werk aan gehad, want ik zie dat de meeste van jullie nog niet zo lang bezig zijn, maar met waar jullie nu naar voren hebben gebracht en zelf eraan gewerkt, dat is gewoon echt fantastisch. Ik zeg heel veel persoonlijkheid. Dus dat wil zeggen, mensen die hun rol echt goed spelen, een knipoogje hier en daar. En ik zeg dus al uren kijken tijdens de show en het zijn er niet veel die dat doen, zeg maar. Een hele muzikale intro. En wat is de eerste hier? Ik kan het zelfs niet meer lezen. Ah ja, Local
en muzikale impro. Dus lyrical, dat wil zeggen dat jullie echt goed met de woorden hebben gewerkt. De tekst van de muziek. Kijk goed. Nee, stoppen. Als we beginnen. Suzanne, wat heb je daar nog aan toe te voegen? Ja, als jullie inderdaad grotendeels de choreografie zelf hebben gemaakt, dan dikke proficiat, dan denk ik dat ik nog een beetje kon bijscholen bij jullie. Er zaten heel leuke stukjes in, bijvoorbeeld dat vraag en antwoord. Als jullie zo'n privéopstelling zaten, de meisjes eerst vooraan, antwoord achteraan, was zeer leuk. En het verrassingseffect met de jongens die er ineens tussenuit kwamen, was ook supergoed gedaan. En een prachtige eindpose. Prachtige eindpose, heel mooi. Oké, de vrienden voor nog eens. Geef zo'n zijn naam een applaus. Proficiat, jongens, meisjes. Eerste show die naar de finale gaat, de Vlinderboom. De Vlinderboom, proficiat. Rustig aan. Kom maar, dan komt hij bij elkaar. Oké, en nu het ding van pas de laatste. Kom maar.